Hey Maarten, je gaf net aan dat jouw foundation natuurlijk geld geeft aan onderzoek en dat dat soms ook wel eens raakvlakken heeft met de palliatieve zorg van Europa Run. Wij zijn Europa Run doorkomststad op de Hamburgroute. Ja. En we winnen in dat kader ook heel vaak geld om uit te geven aan palliatieve instellingen of die met palliatieve zorg bezig zijn in de omgeving. Dus dat is hartstikke mooi. En dat geld winnen we omdat we vaak een top 3 behoren van de meest gezelligste doorkomst. Dus bij deze de uitnodiging, je bent van harte welkom om een keertje langs. 3.200 euro. Fantastisch. Zullen we die samen vasthouden? Dan maken ze er een mooie foto van. Ja, heel leuk. Hoe is het om hier vandaag in Almelo te zijn? Ja, het is lekker zonnig weer. We waren even in een mooi zwembad net, dus hartstikke leuk. En wat ben je deze dagen allemaal aan het doen voor een bepaald fonds van je? Ja, voor de Maart van der Weijden Foundation is heel erg leuk. Er zijn bijna 30 zwembaden die deze week de zwemvierdaagse houden. En al die deelnemers aan de zwemvierdaagse die halen een heleboel geld op voor kankeronderzoek via mijn stichting. Wat we 100% doorzetten voor een specifiek project wat gaat over de kankerzorg voor verstandelijk beperkte ietsje beter maken. In al die 30 zwembaden deze week wordt er gezwommen, wordt er geld ingezameld. Ik doe natuurlijk graag ook iets, dus ik verbind al die zwembaden en niet zomaar, maar al fietsend. Dus ik ben vanaf zondagavond aan het fietsen. Nu in Almelo hier. Ja. Nou, fijn dat je hier bent. En ik had nog wel een vraag. Hoe heb jij toch zoveel conditie kunnen opbouwen om die hele... Ja, die Elfstedentocht te kunnen zwemmen. Ja, nou, het is vooral een heleboel trainen, denk ik. Als je al mijn kilometers die ik in mijn leven gezwommen heb bij elkaar optelt, dan zit je aan ongeveer 1,5 keer de wereld rond. En dat helpt wel. Dus iets proberen en dat steeds langer proberen vol te houden. En uiteindelijk kun je 3 dagen zwemmen. Dit keer geen 3 dagen zwemmen, maar wel een week lang heel veel fietsen. Ja, en ik begreep ook dat er een deel van... Ja, het geld wat opgehaald wordt naar de palliatieve zorg gaat. Want in Almelo kennen wij de Almelopers. In hoeverre heb je je al met hun kennis gemaakt? Ja, het geld wat hier opgehaald wordt met de zwemvierdaagse, dat gaat niet naar palliatieve zorg. We vinden dat heel belangrijk om te vertellen waar het exact heen gaat. Dus onze eigen medische adviesraad van de Maarten van der Weijden Foundation heeft gezegd... Nou, we denken dat we met een project om verstandelijk beperkte een beter kankerbehandeling te geven... dat een hele goede volgende stap is. Onze stichting kijkt heel graag en praat met een heleboel patiënten... van waar kunnen we het geld nu het beste aan besteden. Dat hebben we inmiddels gedaan met... ruim 12 miljoen euro donatiegeld waarmee we 32 onderzoeken gefinancierd hebben. Eén van die onderzoeken, want we kijken naar een breed veld, is ook met de Europa Run samen geweest waar we een heleboel koppelbedden hebben kunnen betalen vanuit geld van de Elfsteden zwemtochten van de laatste jaren. Ja, er is... Moet iemand vragen? Ja, ik ben er wel. Ja, hier ben ik langs.